Dan nog even een ander puntje waar mensen jouw mening ook over willen horen. Dat is namelijk de dassen en de treinen die niet rijden door de dassen. Ja, de dassen. Ik moet zeggen dat ik wel vooral verrast was over het succes van de das. Want omdat we natuurlijk de stichting Das en Boom, die ik weet niet wanneer precies 40 jaar geleden begonnen is met ijveren voor het overleven van de das in Nederland. Dat is kennelijk zo'n enorm succes geworden dat we nu tal van spoorlijnen ondergraven worden door dassen. Je begrijpt ook wel dat het voor de das natuurlijk hartstikke handig is, zo'n spoordijk. Dat ding ligt hoog. Lekker droog. Ja, precies. Je houdt het makkelijk droog. Kennelijk vinden ze dat gerommel van die trein daarboven, daar zijn de dassen aan gewend. Of misschien vinden ze het wel lekker geluidje, dat weet ik niet precies. Je weet niet hoe die dassen erover zijn. Het zijn niet de allersnuggerste beesten, dassen. Vossen zijn veel slimmer dan dassen. Ja, wat zal ik hiervan zeggen? Ik hoop dat ze die dieren op beschaafde wijze verwijderen uit de strategische objecten waarin ze gegraven hebben. En dat ze vervolgens op prettige plaatsen worden uitgezet of aan nieuwe holen worden geholpen. Ja, want ze moeten laten dus laten we het zo fatsoenlijk mogelijk op proberen te lossen. Maar kennelijk moet je wel zeggen, is het overleven van de das in Nederland een enorm succes geworden. Je kunt geen spoor in Friesland, zitten ze bij de tientallen in spoordijken. Hmm. En ze moeten dus nu uit onder die spoordijk naar een andere nest, wat ze daarnaast hebben gebouwd, gelokt worden. Ja. Heb je gezien hoe ze dat doen met zo'n hek op dat oude nest? Waar ze dus wel uit kunnen, maar niet meer terug erin. Ja, je wilt wat. En volgens mij gingen ze... Om nou een hele spoorlijn af te sluiten voor een eendassenburg. Vond ik ook een beetje typisch. Kan dat niet iets praktischer geregeld worden? Want dat is natuurlijk niet de vraag. Moeten zoveel reizigers, want het is natuurlijk een heel druk traject. Ik geloof dat zelfs Das en Boom wel bereid was om ook hier wel enig water in de wijn te doen. Ik ben nog eens met Dirk Maarten, de chef van Das en Boom. Tegenwoordig heet het de Nederlandse Vereniging voor Cultuurlandschap. Maar Das en Boom is natuurlijk een enorm succes geworden. Ben ik naar die dassen gaan kijken. Moet je dus in de schemer eigenlijk, hè, want het zijn een beetje nachtdieren. Ga je naar zo'n plek toe waar zo'n dassenburcht is. En dan moet je heel stilletjes gaan staan wachten. Ja, verdomd. Je moet onder de wind of boven de wind, hoe heet dat ook alweer. Je moet dus niet zorgen dat ze je niet kunnen ruiken. En verdomd, daar kwamen die dassen. Ik had de indruk dat ze ook wel zagen dat wij daar stonden. Keken dan zo even over de rand. Maar verder gingen ze heel vrolijk rondrennen daar. En het gekke was, ik geloof ook dat ze met enige regelmaat werden bijgevoerd. De plekken moeten ook geheim gehouden worden, anders gaan mensen ze doodslaan. Werkelijk, doodslaan? Ja, vroeger was dat een hele sport, geloof ik, om dassen dood te slaan. Ja, veel dassenhaar werd gebruikt voor penselen, geloof ik, als ik het wel heb. Ja, en toen, ze voerden ze bij en toen zagen we ook een jonge vos. Die zat op enige afstand te wachten tot de uitdelingen gingen beginnen. En daar zie je aan dat zo'n vos toch slimmer is. Je weet dat vossen in grote steden heel succesvolle grote stadsdieren zijn geworden. Sowieso, voor allerlei dieren is de grote stad aantrekkelijker dan het platteland. Omdat er natuurlijk ook vaak veel minder met vergif gespoten wordt. Dit kan ook al geïnterpreteerd worden. Wat een gelul. Het platteland, dat is het gezondste wat er is. Je zet 's ochtends je ramen open. Je snuift die heerlijke geur van het gras, snuif je op. Zit hij daar te zeiken midden in de stad over dieren in de stad. Poeh. Ja, dat wordt toch wel eens gezegd. De mensen in de stad zeggen, ja, natuur vinden we heel belangrijk. Maar ze leven niet in de natuur. Maar dat doen ze wel. Wij leven midden in de natuur. De stad is een wonderbaarlijk natuurlijke omgeving. Ja, maar anders niet zoals op het platteland. Nee, dat nou ook weer niet. Maar de kans dat je bijvoorbeeld, nou goed, hier heb ik dat nog niet. Maar god, vossen doen het in Londen bijvoorbeeld fantastisch goed. Mijn dochter woonde, had daar een kamer en in dat huis, in die tuin, daar woonde gewoon een vossenfamilie. En ja, dat was dan wel geestig, want als je je schoenen buiten zet die een beetje zweetlucht hebben, menselijke zweetlucht, dan vonden die jonge vossen interessant. Dus die gingen dan met die schoenen rondjouwen en dan snuffelen en waar. Beetje in bijten en zo. Het was niet gevaarlijk?
Nee, want waarom zou een vos gevaarlijk zijn? Ja, hij zou eventueel ons dol kunnen zijn, maar ik neem aan dat dat redelijk komt, want daar heeft Engeland door de eilandpositie. Ook als je met een hond naar Engeland gaat, moet die toch ook heel lang in quarantaine zijn, zodat ze niet die hondsdolheid uit West-Europa importeren. Nee, dus kijk, wij vinden natuur, vinden wij een hert. Hè, dat vinden we natuur. Maar til een tegel in je tuin op en kijk wat daar zit. Dat is fantastisch. Hè, we hebben pissebedden, dat is ook natuur. Ik geloof dat we tientallen soorten pissebedden in Nederland hebben. En regenwormen? Regenwormen, torren, boktorren, alles zit allemaal in de stad. Hè. Is je nooit opgevallen? Je zit stilletjes, zomers, het open raam. Je hebt je bureaulamp aan en hoep, zegt dan fladdert een hele wereld naar binnen. Hey, maar nog mee. Nee, natuur is overal. Ook dat idee van de natuur verliest. Nee, de natuur verliest niet, de natuur verandert. Hè? Nog heel wat anders, een heel verrassende mededeling. Ja, ik weet het, het is voor u ook voor over daar. De mens is ook natuur. We zijn gewoon een groot, specifiek, wonderlijk georganiseerd zoogdier. Het is niet anders. En tenslotte zullen we ook weer verdwijnen of veranderen. Maar wij vormen een deel, een onderdeel van de natuur. Maar je weet hoe het er zijn andere dieren die werkelijk voortreffelijk georganiseerd zijn. Bijen in een kast. Je hebt geen idee wat die bijen kunnen. Grote mierennesten. Supergrote kolonies van insecten. Schimmels waarvan we dachten dat het een soort lullige planten waren. Schimmels kunnen van alles en nog wat. Zijn de grootste levende wezens die er zijn. De natuur is altijd en overal. Hmm. Dus je bent niet gevoelig voor die polarisatie ook in de natuurwereld? Van totaal niet. De stadse mens weet er niets van. Leef nee, niet in de dat natuur. Komt omdat we geleerd hebben dat natuur is een hert. Ja. Dat is natuur. Hè? Maar ik vraag nog even of af over een tijger waar je in India naar gaat kijken. Ja. Hè, dat is natuur. Maar we hebben wel een maatschappij, als het met die vos bijvoorbeeld in Londen mis was gegaan, hè, dat hij een kindje pakt en doodbijt, dan... Dat doet een vos niet. Een vos zal alleen in doodsnood een mens aanvallen. Een vos, dieren hebben niet, ook wolven vallen en olifanten, nou, die zijn niet waar wolven zijn, maar goed. Die weten precies wat voor prooidieren ze aankunnen en wat niet. Ja, een vos zal wel een konijn aanvallen en doden. Het is hartstikke handig. En het is een hele lollige film. Waarbij je ziet hoe vossen eerst bestuderen hoe zo'n konijnenkolonie in elkaar zit. En dan op een bepaald plekje gaan zitten. En dan tenslotte begrijpen ze hoe het zit. En waar ze zo'n beetje naar boven komen en moeilijk weg kunnen komen. Want die vossen, dat zijn echte denkers. Nou ja, en noodzaak hebben ze een konijn te pakken. En met schapen toch ook? Ja, schapen zijn veel te groot voor vossen. Een vos spalt geen schapen aan, kom op. Een wolf misschien, maar dat is al een ontspoorde wolf. Ja. Heb je niet dat filmpje gezien met die twee wilde zwijnen en die wolf? Dat is wel vrij geestig. Ja. Heb ik het daar niet over gehad? Nee. Volgens mij heb ik dat verteld. Ik wil het nog een keer vertellen. Dat was een nachtopname, weet je wel. Alles grijs met zo'n speciaal gemonteerd cameraatje in de wilde natuur. Ja, je ziet, ik denk dat het ergens op de Veluwe was. Je ziet een wolf, die komt voorzichtig uit de struiken geslopen. En die gaat drinken aan een soort mini-meertje wat daar is. En hij is lekker rustig aan het drinken. Zeg. Daar verschijnen uit het struikgewas twee wilde zwijnen. Je denkt toch, nou, die wilde zwijnen is in die wolf. Denk je, oeh, rot een wolf, wegwezen jongens. We moeten andere zwijnen gaan waarschuwen, er is een wolf in het bos. Nee. Ze gaan werkelijk alsof ze door een elektrische schok bewogen worden, gaan ze volop in de aanval, die twee zwijnen. Dat zijn grote beesten. Die zijn gevaarlijk. Ja, die zijn behoorlijk gevaarlijk, ja. Die wolf die schrikt zich werkelijk uit het apenlazarus, het wolvenlazarus. Het is ongelooflijk hoe snel die weg is. Dus daar zie je aan dat een enkele wolf, zeker geconfronteerd met twee volwassen wilde zwijnen, die kijkt wel link uit. Mm. Nee, het is niet zo dat ze 's nachts de stad inkomen om kindertjes te gaan roven of zo. Nee. Sowieso blijken wolven, gemeenschappen, roedels heel anders in elkaar te zitten dan we dachten.
was allemaal kletskoek over alfa-wolven en zo. Maar zo blijkt het helemaal niet te werken in de praktijk. En met die dassen, jij zegt het kan misschien wel wat sneller, maar hoe dan? Geen idee, daarvoor hebben we dassendeskundigen. Ik krijg altijd voor de voeten geworpen. Niet waar dat ik me al van alles maar wat zit te kakelen. Nou adviseer ik om dassendeskundigen te rapporteren, te bevragen. En ik begreep ook dat de talkshows meteen vol zaten met dassendeskundigen. Want dat is altijd het fijne bij zulke gelegenheden. Dan blijken allemaal in Nederland sowieso 1, 2, 3 zijn er tientallen dassendeskundigen te vinden. Nooit iets anders gedaan dan naar dassen kijken. Kwekerdassen, weet ik wat ze allemaal niet doen. Dus ik zou zeggen, raadpleeg die. Wat ik daarvan begreep uit de krant, ik heb het maar cursorisch gelezen, was dat ook Dans en Boom zei van, ja, dat die adviseerde wat ik beschouwde als hele redelijke, naar compromis neigende praatjes. Dus dat moet een probleem oplosbaar zijn. Kijk, het was natuurlijk wel weer een heerlijk probleem, hè. Jongen, de explosie van de natuur in het Nederlandse platteland. Nee, als die dassen het een beetje, als het een beetje meewerkt, dan komen ze ook wel in de steden, denk ik. Er staat een hele film over de natuur in Amsterdam. Hartstikke lollig om te zien.